Ja, we zoeken altijd wel naar producten met een plus. Dus dat kan zijn voedingswaarde, biologisch geteeld en smaak. En je merkt, je proeft wel het verschil, want ik ga liever eigenlijk naar een groenteboer. Want de smaak verdwijnt inderdaad. Ik eet liever wat minder en heel lekker als heel veel. Het verdienmodel is heel erg belangrijk voor de agrarische sector. Omdat de manier waarop we tot nu toe geproduceerd hebben zo efficiënt mogelijk, dat is een beetje aan de grenzen gekomen. Maar juist in Nederland zullen we het in de toekomst moeten hebben van de toegevoegde waarde. De manier waarop wij dus bezig zijn, het natuurlijk denken, is totaal anders dan wat nu gangbaar is. Dus we moeten de traditie verlaten en we moeten dus nieuw gaan denken. We moeten innovatief bezig gaan. De verkokering die we in de huidige productie van voedsel hebben, om daaruit te ontsnappen en terug te gaan naar de basis van duurzaam produceren. Dat vind ik belangrijk. Innovatie aan zich is niet moeilijk in die zin van ideeën zijn snel bedacht, maar het staat of valt gewoon bij het succes van samenwerken. En wij hebben getracht het beeld te vormen waarin zij elkaar gaan vinden juist. Dus waarin iedereen vertegenwoordigd is. We hebben een raamwerk staan van hoe we bodem, maatschappij en een verdienmodel kunnen integreren. Wat er naar mijn idee nu moet gebeuren is, heel simpel gezegd, het produceren van gezond voedsel. En vervolgens kijken hoe we dat gaan vermarkten. Nou, ik heb gezien wat ik wilde zien. En dat was dat deze groep rond Arnold de aardappelboer nu eens één op één met de consument gaan praten over hun concept en hun ideeën en vragen wat zij ervan vinden. Nou, het voorbeeld wat we hier hebben, gaat het al over het bijenmodel. Dus dan heb je eigenlijk per definitie over partnerschappen. Maar in zijn algemeenheid zijn partnerschappen heel belangrijk als je iets in de keten wil veranderen. En dat je dan heel goed nagaat van wat is nou de meerwaarde van onze samenwerkingsverband. Ik vind het een heerlijk aardappel. Nou, ik vind het een fantastisch verhaal. Ik vind de aardappel ook meteen nog lekkerder.